Goedemiddag allemaal. Sophie is in de house. Yes. Sophie. We hebben namelijk een beetje problemen met Too Good To Go. En dan doen we steeds iets anders. Maar vinden jullie niet allemaal even geslaagd. En dat snap ik ook wel. Maar nu hebben we toch iets leuks. En dat is door één van jullie bedacht. Oh, bedankt. Niet. Nee, Smarty, niet door jou. Sophie ging boodschappen doen. En Ellie ging koken. Ja. Yep. En wat heeft Sophie gehaald? Ja, ha? Ja. Ik heb een tas vol. Ik vond het echt een moeilijke opdracht, hoor. Ik ben dus expres naar een vreemde supermarkt gegaan, zodat ik zeker wist dat ik overal een beetje zou lopen en een beetje zou kijken. Zo van, nou, ja. Wat moet ik? Ik heb een aantal bekende dingen en een aantal echt een beetje vreemde dingen, maar ik vind alles lekker. Dat is mooi, want je moet ook opeten. Nou, dat is namelijk ook. Dus daar heb ik wel even over nagedacht. Ja, dat ik het zou koken en dat we het samen op gaan eten. Wat zit er in de tas? Da-da-da. Ja, nou hebben we toch een soort too good to go. Ja, sla. Dat is niet gek. Salaat. Altijd lekker. Oeh. Wat is dat? Gedroogde cranberries. Oh, oké. Ken ik wel. Maar ik ben benieuwd wat ik daarmee kan maken. Gehakt. Gemengd gehakt. Dus varken rund. Oké. Okay. Ik voel de hamburgers aankomen. Gewoon. Oeh. Dit nog. Lust je dat, Sophie? Ja. Oh. Rauw? Ja. Nee, aan beide. Papa lust alleen rauw. Ik voel de salade aankomen. Maar het maakt niet uit. Snijboontjes. Altijd goed, hè? Gewoon op zijn Sophie's, hè? Ja, dat is op zijn Sophie's. Valt wel mee dat er geen carpacciootje in zit. Shallotten. Hele lekkere uitjes. Kan sowieso door de sla en eentje door het gehakt. Ah, een courgette. Een courgette. Dat is ook leuk. Ik heb ook nog een stukje geel. Dus hoeveel denk je dat we eten eigenlijk? Ja, dat is het probleem. Ik wist echt niet hoeveel ik moest halen. Piepertjes. Ja, dat is wel leuk, want dat hebben we nog niet. Er moet toch iets van aardappels bij. Ja, toch? Ik dacht, ja, het is wel echt heel saai. Maar als je geen aardappels hebt, wat is het dan? Ja. Oh, dit is ook leuk. Kikkererwten. 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 Nou, Sophie, gaat goed. Dat is een beetje boodschappen, man. Mozzarella. Oh, lekker in de sla. Ja. Ik moet alleen even bedenken hoe we pesto gaan maken. Oh, tomatenblokjes. Dat komt goed uit. Want ik wilde net een bolognese saus maken. Want ik heb nog een restje wijn. Ja. En we drinken niet door de week, maar het is zonde om weg te gooien. Dus dat komt heel goed uit. Kijk, dat met dat en dat. Hé. Hey. Nog meer? Tot één. Pinda's. Couscous. Lust je dat? Ja, dat lust ik, ja. Ja, ik ook. En papa ook. Ja, lekker. Gaat het goed komen, wat gaat het worden? Ik ga het even bedenken. Okay. En dan gaan we koken. Dank je wel, Sophie. Graag gedaan. Leuk, hè, samen koken. Ja, ik ben van het hakken snijwerk, zei ik ook. Beter. Ja, is beter voor iedereen. Oh. Ik had het niet helemaal goed begrepen. Nou. Want ik dacht, ik doe gewoon... Je doet maar wat. Ik maak maar wat, ja. Maar nee, het is de bedoeling. Nee, alles gebruiken. Ik weet niet of het jouw bedoeling was, degene die het bedacht heeft. Maar niet ja. Is het jullie bedoeling? Mijne wel. Alles wat ik gekocht heb, moet gebruiken. Moet gebruikt worden. Oké, dus nu wordt het toch iets ingewikkelder. Dus, wat heb ik besloten? Couscous gaat in een kom. Dit is veel te veel, dus we noemen het. Het is niet erg dat je niet alles gebruikt. Van alles, maar het moet wel, alles moet erin zitten. Maar dit is echt, de helft is meer dan genoeg. We zijn met z'n drieën. Overigens, het is gekocht bij de Boni. Ja. Sophie is bij de Boni geweest. Ja, daar kom ik nooit. En het was mega cheap. €13,55 inclusief draagtas. Nou, Boni. Nou, jongens. Shout out. Een bouillonblokje erbij. Beetje verkruimelen. En water erop. Kokend water erop.
ongeveer net zoveel water als couscous. Komt niet heel erg. Precies. En dan zet je een bord erop. En dan is gerecht 1 eigenlijk al klaar. Nog een keertje doorroeren. Nou, bedankt. Eet smakelijk. De snijbonen hebben we in kleine stukjes gedaan. Heb ik gedaan. Sophie gedaan. Ere wie ere toekomt. Absoluut. Zout erop. Zout op. En... Dan heb ik bedacht. Kikkererwten. Sophie kwam erachter dat die cranberries heel lekker zijn om zo op te eten. En toen dacht ik ineens, ze zei, oh dat is een goedkope snack. Toen dacht ik ineens, ik weet nog iets. Kikkererwten in de oven met een beetje kruiden. En dan worden het een soort nootjes. Oh. Dat is ook een gezonde snack. Ik ben gek op nootjes. Dat tijdens de film. Maar veel minder calorieën natuurlijk dan nootjes. Dus die laat je even uitlikken en dan spreid je ze zo uit. Dat het een enkel laagje wordt. Dan zet je hem op 180 graden. Dan doe je een beetje zout erop. En een beetje gerooste paprika. En dan laat je ze zo een beetje drogen. Het is natuurlijk niet bikkelhard te worden, dan kun je er niet meer bij. Zullen we niet te vergelijken met popcorn? Nee, ze gaan niet poffen. Dan heb je een heel lekker snackie. Oké, voor je bekkie. En nu ga ik voor de salade een beetje dressing maken van azijn en een beetje mayonaise. En de cranberries ga ik even wellen. Wellen? En dan maken we salade van witlof. Mozzarella. Gewone sla. Cranberries. En hier ga ik een oosters gehaktballetje van maken. Oh. Dat ga ik jullie ook nog even laten zien. Voor in de couscous. Voor in de couscous, precies. Gehaktballetjes maken. Dat is El Hanout. Sophie niet gek op. Ik vind dat het echt in een oosters balletje wel moet, dus ik doe een klein beetje. En dan doe ik ook gewoon een klein beetje paprika, die lust ze wel. En natuurlijk zout en peper. Een eitje. En een beetje paneermeel. En omdat ik die tomaten heb en ik moet daar wat mee doen, doe ik ook wat tomaten doorheen. Ik ga ook tomaten door de couscous doen, maar dat is echt een waagstuk, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik zou niet weten wat ik anders met de rest van die tomaten doe. Dus... Je doet tomaat door de hakballen? Ja, dat kan. Dat weet ik wel. Maar niet zo'n heel blikje. Oké. Okay. Ja. Wordt die zoet van. Ik doe een beetje kleine balletjes voor bij de couscous. Nou, jongens. Zometeen krijgen jullie nog één sneak preview. En dan gaan we eten. Salade. Salade de Jean Seru. Van Wittof en gewone sla. Daarbij. Onze relaxje. En de dressing heb ik ook aangemaakt met cranberries. En een beetje crème fraîche, een beetje mayo en een beetje honing. Dan krijg je dezelfde. Je hebt een hulpkop. Ja, je moet echt in mijn kop, dat is prima hè. Ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi. En kijk nou eens wat ik nog over heb. Een hele bak vol cranberries. Een witlofje, een halve zak sla, een half ding tomaatje. En we eten er met z'n drieën van, maar je kan er ook met z'n vieren van eten. Dacht ik al. Wat is dat?
gek weer. Wat doe jij? Yummy. Wat? Yummy. 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 Miauw. Miauw. De couscous doe ik ook op een bord. En nu? Want, dat staat leuk. De gehaktballen zijn een beetje uit elkaar gevallen. Oh. Dat is heel los gehakt op een of andere manier. Maar ik heb ze geproefd. En komt ze dat zijn door de tomaten? Heel lekker. Nee, dat is... Want er zit ook paneermeel in, dus dat zou op zich opgelost moeten zijn. Maar het is gewoon heel los gedraaid. En als je dan... Op een of andere manier... Het is half om half, dus ik wil daar altijd wat vocht in en het dan helemaal gaar hebben. Mm-hmm. Dan valt het uit elkaar. Dat heb je wel eens. Bali. Ik had het meer paneermeel kunnen geven, maar ja... Eh? Kijk eens zo lekker. Beetje voor Boefie. En dan heb ik dus de courgette en de piepertjes, de helft van de piepertjes, met een shallotje gebakken. Dat gaat er ook gewoon erin. En curry. Past ook heel goed hierbij. Oké. En wat een boel, joh. De kikkerkanten heb ik, ja, dat zeg ik, dat is veel voor drie. Nou, ik kan goed licht nog straks thuis eten, maar ik kan ze nog wat meenemen. Maar dan nog eens er heel veel over. Kikkererwten, gebakken. O jee. Die vinden we de hele week nog wel ergens druk. Nee. Nou, dit is wel genoeg, want anders is het een houding zoek. Klein beetje olie erover, een beetje peper. Poesjes alarm. Oké, jongelui, moet je nou eens kijken. Wat een rijkdom. Dit heb ik nog over. Ja. Kikker, ziet er goed uit. Dan kunnen we nog in een bakje erbij. En de snijboontjes, die heb ik gewoon gekookt. Oh ja, die heb ik nog natuurlijk. Kunnen die niet door de couscous? Ja, kan. Ja. Maar het bord is heel erg vol. Dat kun je op je bord doen. Okay. En de salade. Nou, ik denk dat het goed is. Sophie, dank voor jouw creativiteit. En eet smakelijk allemaal. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik je geïnspireerd heb. Laat ook eens een andere boodschappen doen, want dan kun je zien hoe het uitpakt. En graag tot de volgende keer. Doeg! Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, is het ook lekker? Het is echt fantastisch. Ben je tevreden? Meer dan. Kijk. Je kan gewoon tomaten door de couscous doen hoor. Voor herhaling vatbaar. Ja, echt heel lekker. Door de couscous. Toppie. Goed idee.